Bonjour, Toets. En welkom in het Frans met Roland. En we zijn weer aanbeland bij hoofdstuk 9D. In dit hoofdstuk gaan we het hebben over het weer, maar dan in de toekomstige tijd op zijn Frans. Dus, laten we beginnen. En het eerste voorbeeld wat we dan, dan hebben is... Il va faire beau. Dus, il va faire beau. Il va faire beau. Dus op zijn Nederlands vertaald, het gaat mooi weer worden. Natuurlijk, als je dit in zijn Nederlands leest, zou je kunnen zeggen dat is dan ook toekomstige tijd. Maar dan moeten we het verschil maken dat Frans heeft toekomstige tijd, Nederlands heeft geen toekomstige tijd. Nederlands heeft alleen tegenwoordige en verleden tijd. Terwijl Frans toekomstige, tegenwoordige en verleden tijd alle drie kent. En wat letterlijk betekent dit dan... Het gaat maken mooie. Dus dat is wat het letterlijk betekent. Het of het gaat doen mooie. En op zijn eerste is het natuurlijk niet goed. Het gaat mooi doen, want dan klopt bij onze zin niet meer. En op zijn Frans kan dat dus wel. Dus gaan we verder. Il va faire mauvais. Il va faire mauvais. Il va faire mauvais. En dat betekent bij ons dan het gaat slecht weer worden. Il va faire chaud. Il va faire chaud. Il va faire chaud. Dat betekent dan het gaat warm worden. Of in dit geval warm weer. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Dus, il va pleuvoir. En dat betekent het gaat regenen. En hoewel bij ons, we hebben hier bij ons het woord regenen, is ja, dat kennen we dan wel van het gaat regenen. Maar over het algemeen kennen onze woorden geen tegenwoordige tijd. Hoewel regen is een van de rare uitzonderingen die wij hebben dan. Maar op zijn Frans is dat allemaal ook, is niet alleen, ja... onderwerpwoorden zoals dit, maar ook werkwoorden kunnen een toekomstige tijd hebben. En dat zullen we hebben in een latere les. En dan als laatste voorbeeld dan nog, il va neiger. Il va neiger. Dus, il va neiger. En dat betekent, het gaat sneeuwen. En dat was hem, deze Franse les voor nu. Bedankt voor het volgen van deze Franse les. En au revoir.